Shadow of the Tomb Raider, het laatste deel, of in ieder geval het derde deel in de grote trilogie die Lara Croft moet rebooten. Hij is hier, hij verschijnt op PlayStation 4, Xbox One en natuurlijk PC. Amador is mee aan de slag geweest en dan moet ik heel eerlijk zijn, Amador, ik heb hem een beetje veel horen klagen de afgelopen dagen. Amador, wat is up met Shadow of the Tomb Raider? Nou ja, laten we het niet te erg maken. Oké. Nee, maar ik had er stiekem een heel klein beetje meer van verwacht. Heel klein beetje. Om even met deur in huis te vallen. Ja, nee, inderdaad. Vertel, wat maar, had je dan van verwacht en wat is het? Nou ja, Shadow of the Tomb Raider is natuurlijk het laatste deel wat ze dan, wat ik denk nog steeds. Het is een trilogie, maar het laatste deel is, klinkt waarschijnlijk... Heel definitief. De sales gaan zeggen dat dit niet het laatste deel is waarschijnlijk. Ja, precies. En we gaan verder met het verhaal van Lara Croft en haar strijd tegen Trinity. Dat eindigde ook in deel 2. Rise of the Tomb Raider. Daar had ze ook al een beetje aan de beetje ruzie met de mensen van Trinity. Die willen dus alle artifacts gebruiken voor hun eigen gewin. En dan meestal voor niet zulke hele leuke dingen. Ja, je moet toch wel een soort van evil corporation hebben in een wereld. Ja, precies. Dat hoort er wel bij. Ja, bij ons is het Facebook, in die wereld is het Trinity. En deze keer brengt het verhaal ons naar Zuid-Amerika. Vooral Peru, je begint in Mexico. En daar gaan we heel veel Maya en Inken dingen zien. Culturen ervaren. Ja, we zagen het al in de trailers inderdaad, heel veel Maya-achtige rituelen en dergelijke. En de tombes zijn natuurlijk duidelijk, een beetje Aztecs en dergelijke. Maar hoe zit dat dan in het verhaal? Krijg je dan ook een beetje al die mystieke Maya-stuff? Is 2012 echt het einde van de wereld? Dat heb ik niet kunnen vinden. Nee. Je komt inderdaad wel in het Peru waar het meeste van het verhaal zich afspeelt. Je begint echt in de jungle. En dat laat zich later afgaan naar Civilization. En daarna vind je wel inderdaad heel veel van die kleine statues en informatie over de Mayans en de Incans en alles wat daar allemaal heeft afgespeeld. Maar het is vooral de jungle waar het meeste zich in vooraf speelt. Tussen de dorpen door is het vooral heel veel groen en dat is ontzettend mooi uitgewerkt. Dat is een van de dingen waar ik echt heel erg blij mee ben. Dat zijn vooral de jungle, hoe die is uitgewerkt. Ontzettend mooi. En dat is natuurlijk net als in de voorgaande Tomb Raider, een soort van semi-open wereld waarin je een beetje kan freeroamen, wat dingetjes kan vinden, extra tombetje kan doen en dergelijke. Precies, het is een beetje vergelijkbaar met die semi-open werelden waar Sony heel erg, vooral God of War heeft dat ook gedaan. Dat je dan denkt dat je een soort van open wereld, maar het zijn allemaal lijntjes naar bepaalde... Een soort van hub gewoon. Ja, zo voelt het wel. Inderdaad, ik ken verschillende tombes, daar kom ik later op terug. Dat is trouwens ook wel heel leuk. Maar ook gewoon hoe de jungle leeft is heel erg tof gedaan. Je ziet heel veel flora, fauna. Je ziet apen door de bomen vliegen terwijl jij aan het lopen bent. Een capybara die snel de struiken in schiet. Beste dier van het dierenrijk. Sowieso. Al zijn de lama's in de dorpjes ook heel tof. Oké, nou spugen ze? Nee, dat niet. Je kan ze wel aaien. Dat is goed, ja. Maar vooral ook het hoogtepunt van mij in die jungle. De cutscenes zijn ook ontzettend mooi. En op een gegeven moment kom je een jaguar tegen. Sta je oog in oog met dat beest. En er wordt ingezoomd op dat hoofd. En de details die erin zitten zijn zo ontzettend mooi. Ja, elke plooi, elke haar zie je heel mooi zitten. En het spat van het scherm af, zelfs op mijn PlayStation. Maar dit is Crystal Dynamics MO een beetje. Dit is echt hun motief van die hele mooie cutscenes maken. De cutscenes zijn mooi. Ja, sterker nog, ik liet de trailer zien aan mijn schoonouders. En die hadden zoiets van: dit is gewoon niet meer te onderscheiden van het echt. Ja. Weet je, als je je schoonouders kan overtuigen, dan weet je dat er iets aan de hand is. Weet je. Ja, that said, dan ga je naar de normale graphics. Ik zie ze ook wel leuk. De omgevingen zien er mooi uit. Maar er zitten heel veel detailfoutjes in waar ik me een beetje aan erger, weet je. Het gezicht van Lara Croft, als je verder van een meter af zit, dan is het zo emotie- en expressieloos dat ik echt denk van, ik zit naar een Barbie te kijken. Terwijl in de cutscenes zie je echt elke mondhoek omhoog gaan, elke emotie kan je heel goed aflezen. Ja, maar als ze aan het wegrennen is van gewoon echt een imminente dood of zo. Dan ja, ik van een tsunami of wat dan ook, daar moest ik al van wegrennen. Dan is het echt, echt straight en dan denk ik van, ja, er had wat meer emotie mogen zitten. Had dat wat gedetailleerder gemaakt. En dat is bij heel veel dingen. Pas als je er heel dicht op komt te staan, dan zie je die detailtjes een beetje inploppen. En dat kan misschien zijn omdat de PlayStation niet helemaal goed aan kan. Ik heb wel op de pro gespeeld. Dus. Maar dat zijn toch dingetjes wat een beetje de beleving een klein beetje afbreekt. En ook... Maar dan heb ik zoiets zo van, ja, maar weet je, als jij aan het rennen bent voor die dood, dan ben je toch ook niet bezig met Lara's gezicht. Ik bedoel, de gameplay is dan toch, weet je wel, je main factor die fun. Nee, maar het is ook gewoon de rustige momenten. Dat je gewoon even rond zit te kijken. En het is gewoon niet helemaal goed geoptimaliseerd nu. Er komt een Day One patch aan volgende week. Of wanneer die uitkomt, vrijdag. Ja. Maar toen ik het aan het spelen was, waren er gewoon heel veel imperfecties. En dat begint op een gegeven moment te knagen. Hoe vet de scènes ook zijn op een gegeven moment. Dat je moet wegrennen voor een tsunami of een vulkaanuitbarsting. Want je hebt met een bepaalde
happening heb je wat in gang gezet waardoor de wereld langzaam vergaat. 2012. Ja, precies. Saying. Dus op zich. En dat soort scènes die zijn echt ontzettend adrenaline opwekkend. Je moet heel hard wegrennen, snel slingeren en alles. Dat is zo vet. Ja, dat ziet er sowieso echt fantastisch uit. Het is een beetje gewoon de Indiana Jones vibe of zo, heb ik ja, het idee. Precies. Maar hoe zit het dan met die gameplay? Als in, wordt dit ook een soort van grotere gameplay dan Rise en natuurlijk het originele Tomb Raider? Weet je, zijn er meer abilities? Is er meer exploration? Je hebt sowieso een skill tree die vrij groot is op zich. Okay. Maar uiteindelijk merkte ik niet heel veel verschil of ik nou heel veel skills had of heel weinig skills had. Want ja, op zich de combat is niet al te lastig of zo. Okay. Dus als je sommige skills niet hebt, is dat niet meteen heel erg. Ik kwam bijvoorbeeld echt de laatste uur erachter dat er ook een countermove in die skill tree zat. Wat wel gewoon fijn niet is. Nodig had. Ja, gewoon niet nodig gehad. Maar uiteindelijk de laatste uur had iedereen een pijl in zijn gezicht lopen stouwen. Dus dat was wel leuk. Lekker. Maar wat wel heel vet is dat gewoon waar het om draait, Tomb Raider, dat er wel heel veel gewoon extra tombs in zitten. De basisverhaal ben je door een uurtje of 10 ben je er wel doorheen. Okay. Maar er zijn heel veel extra tombs die ontzettend tof zijn uitgewerkt. En ook heel veelzijdig zijn. Je hebt gewoon echt een grot. Je hebt echt een tombe waar je in gaat. Maar je hebt ook een of andere kier, wat is het? Iets in het water. Een cliff waar je doorheen kan. Heel smal ding. Gewoon een grot. Jij speelt heel veel Sea of Thieves, jij weet dat. Weet ik veel, gewoon een onderwatergrot? Ja, zoiets. Maar daar zit dan een verloren schip in van de Spanjaarden van 400 jaar geleden. Oh, kijk, dat soort dingen. Dat is en dat zijn hele vette scènes en heel vette extra levels om te doen. De Tombs Explorer is ontzettend echt leuk om te doen. Ja, maar je ziet ook wel dat ze daarvan geleerd hebben, want dat was natuurlijk de klacht van Tomb Raider 1, zeg maar de originele reboot, dat er te weinig tombes in zaten. Wel leuk verhaal, leuke nieuwe mechanics en dergelijke, maar te weinig tombes. En toen in Rise kreeg je meer tombes. En nu met Shadow of the Tomb Raider heb ik het idee dat ze ook wel iets meer de setting hebben die zich leent voor heel veel verschillende toffe tombes. Dat je zoiets hebt van, ik voel me een culturele archeoloog, weet je wel. Ja, maar het is ook gewoon heel tof, want ze leveren ook dingen op. Je speelt of speciale skills vrij, je krijgt bepaalde soort armor, want je kan ook craften in je eigen armor. Natuurlijk, het is een open wereld, dus er moeten crafting in zitten. Ja, al is het minimalistisch hoor. Het is, je kan wat pelsen vinden en wat sferen, je eigen pijlen maken en dat soort dingen. Maar uiteindelijk is het niet heel erg uitgebreid. Maar die tombs die leveren wel extra krachtige armor pieces op en wapens en zo. Dus dat is wel heel tof. Oké, netjes. Het levert wel wat op. Maar is het dan diepgaand genoeg? Heb je dan wel het idee dat je zeg maar wel een beetje, want er zit dan een skill tree in die een beetje more is en er zit crafting in die een beetje bare bones is? De diepgang valt op alle fronten gewoon een beetje tegen. Het is wel heel vermakelijk. Wat ik al zei, de Tomb Raider zelf is tof, het puzzelen is heel leuk. Maar het verhaal is een beetje more. Het is een beetje alsof Michael Bay hem geschreven heeft, zeg maar. Het is heel spectaculair. Ja, het is heel spectaculair. Het is wel tof. De nieuwe Lara Croft is niet echt een Megan Fox-achtig type, though. Dat is nee, dat is wel. Want ik vind deze Lara vind ik echt ontzettend tof en sexy. Want het is een slimme vrouw. Ze heeft de universitaire opleiding afgemaakt en de archeologe. En ze is een badass. Het is echt heel erg cool gedaan. Dus het is goed neergezet, ja. Het is geen domme bimbo, zoals gewoon van de eerdere Lara Croft. Dat vind ik sowieso wel interessant, want dit is eigenlijk het soort van deel wat lore-technisch de reboot moet koppelen aan de originele Lara. Ja. En daar zit nog best wel een sprong tussen. Maar heb jij het idee dat ze met dit deel ook echt zeg maar duidelijk maken van, en nu wordt ze zeg maar de Tomb Raider uit Underworld? Nee, totaal niet. Ja, niet hè? Nee, ben ik echt gewoon een heel andere blij Lara. Mee. Ja, het is gewoon een andere Lara. Ja. Ze hebben het einde is ook gewoon goed gedaan, maar in ieder geval niet dat je denkt op een gegeven moment het einde van ze is nu die... Ze is nu die, ze gaat een borstverschoting nemen. Nee, gelukkig. Hoekige borst ook. Ja, precies. Nee, dat niet. Maar het mist allemaal wel een beetje diepgang. Het verhaal is spectaculair, het is leuk, maar ja... Transformers. Ja, precies. Het is vermaak, popcorn vermaak. Zo voelt het het verhaal een beetje. Okay. En dat is jammer, want ik vind dat vooral met zijn omgeving had het veel meer diepgaander gekund. Had je over die stammen wat meer kunnen doen. En er zat heel veel potentie in het verhaal, maar het kwam er niet uit. Het is vooral heel veel actie en het is ook heel tof. Maar ik had er wat meer Nolan verwacht. Iets meer Nolan en iets minder... Minder Michael Bay, om het zo te zeggen. Op zich is dat wel een mooie vergelijking, denk ik. Maar denk je dat voor de mensen die zeg maar Tomb Raider 1 en Rise of the Tomb Raider tof vonden, denk je dat dit gewoon een sure buy is? Of is dit dan ook nog wel... Ja, ik bedoel, je wil ook weten hoe het afloopt natuurlijk. Ja. En het speelt gewoon lekker. Het verandert ook niet heel veel met 1 en 2. Hmm. Het maakt het alleen wat uitgebreider, wat groter. Maar er had wat meer
diepgang in mogen zitten en wat meer polishwerk. Want dat is echt de grootste klacht die ik had. Natuurlijk, wat ik al zei, day one patch. Hopelijk wordt het meeste eruit gehaald, maar ik had op een gegeven moment verdwijnende hoofden en door muren heen, armen door muren Unity heen. Flashbacks. Ja, precies. Een vogel die midden in, die niet eens op het tak stond, maar gewoon ergens daar in het scherm. De day one patch voor PlayStation 4 hebben we er nog niks van kunnen vinden, maar die van Xbox One is in ieder geval, in totaal wordt de game iets van 45 gig, terwijl die begon op 25. Dus er is zeg maar 20 gig ongeveer aan day one patch. Dus dan heb je wel het idee van, oh, ze snappen bij Crystal Dynamics van er is iets mis en we moeten het polishen. Ik ben heel erg benieuwd naar die andere versie. Ik ben bijvoorbeeld ook heel erg benieuwd naar de PC versie, want die zou helemaal moeten zijn en die wordt notabene ook gemaakt hier in Utrecht. Ja, precies. Ja, dus dan ben ik heel erg benieuwd, want het is wel een game die grafisch en technisch gezien best wel vooruitstrevend is. Het is alleen een beetje apart dat op PlayStation 4 pre-release nog niet helemaal goed uit de grond komt. Nee, het is voor ons die dan moeten reviewen, is dat jammer. Ik hoop echt dat degene die hem gewoon kopen op de dag van de release, dat die patch alles eruit haalt. Hoe groot die ook is, download hem. Alsjeblieft, want er zitten echt veel dingen in. Maar over het algemeen, ja, Shadow of the Tomb Raider is een vermakelijk game. Maar het doet niet heel veel nieuws of speciaals. Dat had ik wel gehoopt bij zo'n slotstuk. En ook een beetje wat ze beloofden en wat je aan de trailers zag. Dat je denkt van, dat stapje extra mis ik toch wel een beetje. Oké, dat is dan toch wel een soort van milde domper. Maar tegelijkertijd, ze moeten nu ook vasthouden aan die formule die ze met 1 en 2 hebben gezet. Dus dan denk ik dat ze nou gewoon even alles samenvatten. Nog een laatste soort van extra een beetje uitbreiding in de skillsets. En that's it dan. Ik denk dat de meeste fans daar wild voor gaan. Maar het is alleen, denk ik, als je een beetje als een buitenstaander naar binnen kijkt. Daar heb je zoiets van, ja, ze doen eigenlijk niet zo heel veel nieuws. Dat is een beetje het probleem. Ja, dat zo voelt het wel. Het is leuk. Maar het had beter gekund. Oké, sterk statement. Dat was het voor Shadow of the Tomb Raider, de videoreview. Als je alles wil weten en nog meer van Amador's mening mee wil krijgen, kun je natuurlijk ook op gamersnet.nl de geschreven review lezen. Die staat hier ook in de beschrijving. Kun je lekker aanklikken, dan ben je er meteen. En natuurlijk vergeet niet dat we op Gamersnet heel veel meer met Shadow of the Tomb Raider gaan doen. We hebben namelijk een hele videoreeks waarin we onze eigen Lara Croft gaan maken. Nou ja, kijk dat binnenkort allemaal op gamersnet.nl. En natuurlijk hij is ook het niet. Ik ben niet de Lara Croft. Ik ben meer die, hoe heet die butler ook alweer? Butler? Ja, Lara heeft zo'n butler. Ik ben wel meer die rol. Ah, of ik ben die Willy Wartaal. Wibba! Daar staat hij dan! Ik wil die Willy Wartaal rol wel spelen. Ja. Oké. Check op gamersnet.nl ook voor alles wat niet Shadow of the Tomb Raider is. Al het laatste nieuws, previews, trailers, gameplay. Het is zoveel dat ik gewoon een spraakgebrek ervan krijg. En het is ook, we hebben geen koffie gehad, dus daarom misschien dat het minder vloeiend was. Het spijt ons, maar ook weer niet. Er mag wel wat koffie in. Ja. Oh ja, en vertel ons natuurlijk wat jij denkt van Shadow of the Tomb Raider. Of je het eens bent met Amador, ja of nee. Of als je nog vragen hebt, je kunt hieronder allemaal terecht. Dan was het voor deze video review. Ik hoop dat je genoten hebt. Doei!